Meestal zien we burgemeester Van Gijzel zo, strak in pak. Maar gisteren rechts in beeld, zwetend en zwoegend in korte broek. Aan zijn been en pols zien we de Runalyzer. Een nieuw meetsysteem dat Van Gijzel tijdens de marathon gaat testen. Het apparaat geeft tijdens het hardlopen informatie over de looptechniek. En met die techniek lijkt het wel goed te zitten bij Van Gijzel. Even mijn adem sparen. Van Gijzel liep al eerder hele marathons en ook de marathon van Eindhoven is voor hem bekend terrein. Het is mijn hobby. Het kost me wel veel moeite trouwens om de trainingstijd nu te vinden. En ik geloof dat ik ook nog het startschot mag geven, dus dat wordt nog wat ingewikkelder. Maar dit zijn heel veel mensen die hardlopen en het is natuurlijk een geweldige activiteit. En als je dan zo je eigen stad mag hardlopen, is dat helemaal leuk. Met nog ruim een maand te gaan is de grote vraag hoe het met de vorm van Van Gijzel gesteld is. Klein detail, Van Gijzel loopt geen hele, maar een halve marathon. Maar goed, ook 21 kilometer is een heel eind. Waar moet je nou op letten op de eerste kilometers van zo'n marathon? Dat je vooral niet te veel interviews geeft. En niet te hard van start gaat, denk ik. En niet te hard van start. Heeft u nou het gevoel dat u er helemaal klaar voor bent? Ja. Leuk, Tony? Absoluut niet. Nee, je moet ook lengte maken, dus langere afstand. Er lijkt dus nog een hoop werk aan de winkel voor Van Gijzel. En daarom wil hij zich in eerste instantie ook niet wagen aan een voorspelling. Ik heb voor mezelf wel een tijd in gedachten, die zal ik u maar niet vertellen. Maar daar wil ik wel binnen blijven als het even kan. Maar even later komt er dan toch een voorspelling aan. Zij het een hele voorzichtige. Ik gok 1 uur 59 en 30 seconden. Binnen de 2 uur dus. We gaan het zien. 12 oktober is het zover. Dan gaat de marathon van Eindhoven met burgemeester Van Gijzel van start.